Hoi allemaal, welkom terug bij een van onze filmpjes. Zoals je zag aan de titel heb ik vandaag een shopvlog voor jullie. Maar het is een keer een hele andere shopvlog dan dat ik ooit op dit kanaal heb gedaan. Ik heb namelijk nu al een tijdje geleden, ik heb me echt moeten beheersen om ze in de doos te laten, heb ik allemaal collectible toverstaffen gekocht. Zoals veel van jullie weten ben ik dol op Harry Potter. Ik ben er echt mee opgegroeid. Ik heb de boeken gelezen, ik heb de luister-cd's, ik heb de films gekeken. Dus de liefde voor Harry Potter is groot. En een van die dingen wanneer je klein bent, waar je gewoon over droomt, is een toverstok hebben om te kunnen toveren natuurlijk. Nou vind ik de toverstokken ontzettend mooi in Harry Potter. Ze hebben namelijk allemaal een ander design, bijpassend bij het karakter van die persoon. En ik vind dat persoonlijk heel erg tof. Ik had dus een foto geplaatst op Instagram of jullie hier een shoplog van wouden. Heel veel van jullie zeiden ja. Ik heb volgens mij geen nee gelezen. Dus ik ga ze vandaag aan jullie laten zien. Ik heb bij een site een kastje gekocht. Ik zal de site hier beneden linken. Dit is van Harry Potter merk zelf. Staat ook een logo op de achterkant. Het is een soort kastje met fluweelrood, glas en goud. En het Hogwarts teken van Zwijnstein. En daar kun je 10 toverstaffen in sparen. Ik heb er vandaag 9 die ik aan jullie kan laten zien. Er zijn er nog 2 onderweg. Waarom 2? Want dan heb ik er 11 en ik kan er maar 10 kwijt in het kastje. Eén van deze toverstokken viel mij tegen. Maar dat is ook de enige. Dus ik hoop dat die andere beter is. En dan kan ik die uit het kastje laten. Want ik wil graag hele mooie display van mooie stokken. Dus als er iets tegenvalt, dan wil ik hem liever niet in hebben. Ik begin met deze staf, want dit is de eerste die ik ooit heb gekocht. Deze was van The Making of Harry Potter van de Warner Bros. Studio. Daar ben ik heen geweest in Engeland. En daar heb ik gewoon de sets gezien van Harry Potter en alles. Ik zeg gewoon, maar het was awesome. Dus ik kon er niet weggaan zonder toverstok. Dus deze is van de Warner Bros. Studio. Zoals je ziet is dit een heel mooi doosje, fluweel. Mooie omlijning van de staf. En er zit een klein labeltje in. Fragile collectible wand, not a toy. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Iedereen moet er een keer mee gespeeld hebben. Zoals Harry Potter fans al hadden kunnen zien is dit de Elder Wand. Ook wel bekend als de relieken van de dood, toverstof. Wow. Grotendeels van de films is deze in bezit van Albus Perkamentus. En ja, dit was wel de eerste toverstok waar ik echt van dacht, deze moet ik hebben. Dus die heb ik daartoe meegenomen. Volgens mij zat deze rond de 20, 25 pond. Vrij prijzig dus, zo 30, 35 euro. Maar dit is dan ook van het echte merk, zeg maar, zelf. En ik ben er heel erg blij mee. En na deze video ga ik alles dus in dat kastje doen. Want daar heb ik de hele tijd mezelf voor moeten inhouden. Hij hangt al aan de muur. Dus dat eindresultaat ga ik zo ook aan jullie laten zien. Dan de laatste van een echte serie. De rest heb ik allemaal via AliExpress gekocht. Bij dezelfde bezorger. En ik ben er heel erg over te spreken. Zoals ik al zei, is er maar 1 tegengevallen. Dus die verkoper zal ik straks hier beneden linken. Ik heb wel de duurste variant daarvan. De metal core. Dus dat hij wat zwaarder is. Wat echter lijkt. In hoeverre een toverstok echt kan zijn. Maar hem zal ik hier beneden linken mocht je geïnteresseerd zijn. Maar deze is dus nog een echte. Dit is gewoon van een normale Harry Potter Warner Bros. Collectie. Dus niet de Studio Tour. Die heeft weer een aparte doos. Deze is rood. Wat ik eerlijk gezegd nogal jammer vind. Ik vind het cooler als ze meer zo'n look hebben. Want dan lijkt het gewoon eerder alsof je het bij Ollivander hebt gekocht. Dus ja. Rood vind ik een beetje jammer. Maakt het iets minder echt qua replica. Deze is van Mad Eye Moody. Ook wel bekend als Dolle Oog, Dolleman. Deze wil ik gewoon heel graag hebben en ik kon geen goedkopere replica vinden. Deze was €32,95 en je krijgt nog verzendkosten natuurlijk erbovenop gesmakt. Dus dat is een beetje jammer. Perfecte toverstok als je erover nadenkt dat deze van Dolleman is. Perfect model qua toverstok voor hem, want hij is namelijk vrij lomp. Heeft allemaal van die bobbels hierboven. Grote knots bovenop. Die is ook echt vrij zwaar. Zit vrij wat gewicht in. Verder als je naar beneden gaat is het een beetje schubbig gebarsten hout. En dat ziet er gewoon naar uit dat hij veel heeft doorstaan met deze toverstok. Erg blij mee. Ik wou hem heel graag hebben, want ten eerste vind ik het gewoon een super acteur. Sommige toverstokken heb ik gewoon genomen omdat ik echt dol ben op de acteur of het personage. Dus deze moest gewoon in de collectie. Dus ik heb hem wel van de echte besteld. Een van de voordelen daaraan is, bij deze collectie krijg je dit hangertje. Maar ik ga hem niet gebruiken, ik ga hem wel bewaren. Want ik geloof dat dit waarschijnlijk ooit collectors items zullen worden. En dat is namelijk zo'n clipje en die kun je aan het kastje vastmaken
voor de toverstok. Zodat je ziet van wie het is. Maar ja, ik heb er dus maar één van deze. Dus dat ga ik niet gebruiken. Want het ziet stom uit. Als je maar bij één toverstok hebt van wie het is. Dan heb ik hier alle toverstokken die ik van AliExpress heb besteld. Zoals ik al zei, zal ik de verkoper hier beneden in de beschrijving laten. Ook van die andere toverstok en het kastje zullen ook in de beschrijving te vinden zijn. Als eerste heb ik hier zo die van Sirius Black. Zoals je ziet zit er een stickertje op met de naam. Dat is wel zo handig als je snel eentje zou willen pakken. Dan hoef je niet elke doos op te maken. Eén ding wat heel duidelijk is, is dat het een goedkoper merk is qua doos. Het fluweel zit namelijk gewoon los. Zit gewoon eroverheen over piepschuim. Ook wat mij opviel is dat elke piepschuime vorm hier zo... Ik haal even de staf eruit. Aan de binnenkant gewoon de vorm heeft van de staf van Voldemort. Ik denk dat dat de bestseller is bij hun. Dus ja, en veel van die andere toverstokken zoals deze bijvoorbeeld passen er gewoon in. De toverstok zelf van Sirius Zwart ziet er echt super mooi uit. Hele mooie replica. Zou zo voor 30, 35 euro kunnen worden verkocht. Deze zitten allemaal rond de 10 à 15 dollar. Dus een stuk goedkoper is rond de 8 en 13 euro of zo. Dus echt een heel stuk goedkoper dan de echte Harry Potter Entertainment toverstokken. Zoals ik al zei, die van Sirius Zwart is vrij simpel. Een mooi detail is dat hij van vierkant naar rond overgaat. En verder zitten er allemaal een soort van... Ja, het lijkt een beetje hiërogliefe taal in verwerkt. Hij is gewoon vrij simpel. En als ik eerlijk ben, als ik een heks zou zijn, zou ik zo'n toverstok fijner vinden dan sommige andere. Omdat hij gewoon een goed gewicht heeft en het is gewoon een simpele stok. Dus als je aan het vechten zou moeten gaan, lijkt het me makkelijker om zo'n stok te hebben. Ook al gaat het nooit gebeuren, dus ik weet niet waarom ik het zeg. Maar hij lijkt me gewoon praktisch in de wereld. Dan heb ik hier zo'n Narcissa. En dit is zo'n gevalletje. Ik heb de toverstok genomen omdat ik het mooi vind. Niet omdat ik de actrice nou je van het vind. Ze heeft ook eigenlijk gewoon een vrij kleine rol. Dus je kunt je ook niet heel erg aan haar binden. Voor de mensen die zich afvragen, Narcissa is de mama van Malfides of Malfoy. En haar toverstok is gewoon geweldig. Aan de onderkant lijkt het haast aan het begin van een mes of een goede dag. Qua de prikkeltjes die erop zitten en zo puntig met zilver en zwart. En daarna gaat hij gewoon over tot een sleek mooie toverstok. Helemaal zwart. Zie je niet heel veel met toverstokken. Heel veel zijn met hout erin. Deze is gewoon helemaal metaal en zwart. Erg tof. Eén dingetje wat ik wel moet aanmerken is dat het handvat vrij vervelend is. Die puntjes zijn best wel scherp. Dus ik weet dat er mensen zijn die als Harry Potter figuren gaan cosplayen. Dus als je er als verkleed gaat en naar een event gaat of zulke soort dingen. Dan lijkt het niet zo fijn om deze de hele tijd vast te houden. Omdat die niet zo comfortabel in de hand ligt. Maar dat is ook echt het enige. Voor mij heeft dat geen enkele nut. Want qua cosplay of zo, zo iemand ben ik gewoon niet. Maar ja, dan lijkt deze me gewoon niet heel praktisch. Maar hij is wel ontzettend mooi. En voor het geld wat ik ervoor heb betaald... Gewoon super mooi. Dan heb ik hier zo Fleur de Lacour. En voor de mensen die afvragen wie Fleur de Lacour is. Zij deed mee aan de vuurbeker. Zij was van de meisjesschool zeg maar. Die meedeed voor de vuurbeker. Ik vind haar toverstok een van de mooiste. Qua zeg maar in het echt in de film. Maar damn wat was ik teleurgesteld in deze replica. Ik zal een close-up voor jullie maken zodat jullie het goed kunnen zien. Maar de verfjob van deze is gewoon zo slecht. Het lijkt gewoon zo nep. En het stomme is ook nog dat deze een van de prijzigere was van deze. Dus ik zou echt niet aanraden dat je deze koopt van deze verkoper. Hoe het is geverfd is gewoon ontzettend slecht. De kleur is gewoon een beetje blauw-grijs. Ik weet niet of dat gaat overkomen op de camera. Nee, ze hebben het gewoon niet geneeld met deze. Hij is ook op een of andere manier iets lichter dan de andere. Ik weet niet hoe dat komt. Maar deze heeft gewoon de plank misgeslagen. Dat is wel erg jammer. Mij valt het alsnog heel erg mee. Omdat ik het via AliExpress heb besteld. En je natuurlijk niet volledig weet wat je zou krijgen. Ben ik alsnog heel erg blij met de rest. Maar dit is gewoon echt... Nee. Foutje bedankt. Maar ja, ik dacht misschien kan ik hem doorverkopen of iets anders. Dat kijk ik nog wel. Maar ik hoop dat de andere twee die ik heb besteld beter zijn. Zodat ik deze eruit kan laten. De andere twee die ik trouwens heb besteld is van Harry Potter. Die heb ik nog niet. om een rare reden. Ja, ik weet het ook niet. Ik vind andere staffen interessanter dan die van hem als ik eerlijk ben. Maar het is natuurlijk wel eentje die thuis hoort in je collectie. En eentje die ik nog heel graag wou was van Bellatrix Vendetta. Die heeft gewoon een super coole toverstok. En ik hou van haar als actrice.
Super actrice, speelt geweldig. Iemand die je kan haten. In sommige delen haat je haar nog meer dan Voldemort. En dat vind ik gewoon ontzettend knap. Dan heb ik hier zo Voldemort. Als we het over de duivel hebben. En ja, deze hebben ze echt gewoon genaild qua replica. Het lijkt dus op een bot. Wat natuurlijk perfect past bij zijn personage. En daarna loopt hij over. En je ziet ook een soort van overgang van bot naar hout. Ik vind hem heel erg cool gedaan. Het heeft alsnog een beetje een hout look, maar het lijkt op bot. En ik vind hem erg cool. Ik moet hem natuurlijk wel op hem vasthouden. Dan heb ik hier zo Hermeline. En die wou ik wel graag hebben, omdat ik gewoon Hermeline wel een leuk personage vind. Iemand waar je natuurlijk heel erg aan hecht in de films. En ik vind dat ze deze ook echt super goed hebben gedaan. Gaan we blaadje omhoog. En dat is het. Hij is vrij simpel, subtiel en elegant. Wat gewoon wel bij haar past. Dus dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Wel heeft deze meer een koper look dan een houten look. Wat ik totaal niet erg vind, want ik vind het heel erg mooi. Dus deze vind ik heel erg fijn om nu in mijn collectie te hebben. Dan heb ik hier zo Mrs. Conagall. Ik kan het nooit goed uitspreken in het Engels. Professor Minerva is dit. En deze vind ik ook echt ontzettend tof. Vrij dikke staf vergeleken met sommige. En hij loopt over in een soort van... Het doet mij een beetje denken aan een soort van tafelpoot idee. Een beetje oud meubilair poot. En daarop zit een soort van doorzichtig gelig puntje. Zit ook weer goed gewicht aan. Houd het lekker vast voor de mensen die geïnteresseerd zijn om zich te verkleden als haar. Dus deze heb ik nu ook. Ik vind hem echt heel erg mooi gemaakt ook. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En dan als laatste Snape. Deze moest ik wel hebben aangezien hij overleden is natuurlijk. Plus hij was gewoon een van mijn favoriete acteurs. Geweldige man. Niet alleen in bijvoorbeeld Harry Potter. Maar maakte super... Alan Rickman trouwens, ik zei zijn naam niet eens. Maar hij maakte super goede toneelstukken. En toen ik op de theateropleiding zat, hadden wij soms ook dingen van hem als huiswerk. Qua vrij inspirerende, abstracte theaterstukken. En die kerel is gewoon awesome. Dus ik moest een stok wel hebben. Want ook Snape speelt hij perfect. Helemaal zwart, vrij sleek. Wat ook bij zijn personage past natuurlijk. En aan de hendel heeft hij twee sierlijke... rechthoeken zitten. In het midden lijkt het bijna een beetje op een Chinees teken. En verder is het allemaal sierlijke opdruk. Ik vind hem heel erg cool. Hij is vrij kort vergeleken met de andere. Maar weer wederom een goede om vast te houden. Doet geen pijn. Ligt lekker in de hand. Nou, dat waren alle staffen. Ik ga jullie nu meenemen naar mijn kastje. En dan gaan we hem samen inrichten. Dan ga ik alles erin doen. Mochten jullie nou trouwens geïnteresseerd zijn. Mijn Instagram zal hier beneden staan. Bijvoorbeeld over zulke dingen. Of als jullie een shoplog willen of iets dergelijks. Dat vraag ik vaak op Instagram. En bijvoorbeeld Harry Potter kastje heb ik als eerste gepost op Instagram. Waarom moest ik nadenken? Ik zei 2 seconden geleden. Maar daar had ik de foto ook als eerste gepost. En... ja, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, wil je graag als eerste zien wat ik allemaal uitspook. Dan moet je me op Instagram volgen, want daar ben ik heel erg actief op. Nou, zoals jullie zien is dit nu het kastje. Ik heb de lamp hier staan. Het is een beetje irritant. Dus het is of overbelicht of te donker. Het is een van de twee, zeg maar. Ik doe nu heel eventjes iets overbelicht. Want dan kunnen jullie het tenminste goed zien. Zoals je ziet zit hier een soort van rood fluweel achter. Heel erg tof. Hier klik je de toverstokken in. Dat is dus een beetje puzzelen, want sommige passen wel in de bovenste en niet in de onderste en andersom. Ook zie je hieronder in het hout van die puntjes staan. Daar kun je dus zeg maar je toverstok in zetten. En verder is dit de balk waar ik het net over had. Deze gouden balk waar je die naamplaatje op kan klikken. Maar ja, dat ga ik dus nu niet doen. Dat kan je dus alleen als je het van dat ene duurdere merk koopt. Ziet er natuurlijk heel erg tof uit. Alleen is gewoon ontzettend duur en je kan het gewoon zonder doen. Dus is niet erg. Verder is die van een mooi donker hout. Erg mooi gemaakt. Veel detail zit erin. Een glazen plaat. Het logo van Hogwarts zit hier zo in. Hij is nu wel echt overbelicht. Dat doet hem geen justice. Maar ik kan het moeilijk anders doen. Want die lamp staat hier klem. Dus ja. Ik ga dus nu de toverstokken erin lopen puzzelen. Ik doe ook die van Fleur erbij. Ook al wil ik die waarschijnlijk niet erin laten. Maar dan krijg je gewoon een beeld van hoe het eindresultaat uitziet. Oké, daar staat ik op mijn eerste probleem. Dit is zo'n nep replica. En die wil dus niet in het kastje. En dan begin ik toch wel een beetje bang te worden. Oh. Oké.
Je moet even moeilijk doen. Nou, zoals je ziet, omdat het ook geen echte is, een beetje lastig met de houder. Is die niet eigenlijk breed genoeg voor, maar maakt op zich niks uit. Oh, die past weer wel echt perfect. Super mooi. Ik ga nu heel eventjes knippen, want het wordt voor mij even puzzelen waar ze allemaal het beste passen en hoe het er mooist uitziet. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, zoals je ziet zitten ze allemaal in. Ik ga wel even proberen om het iets beter te verlichten voor jullie, zodat jullie het goed kunnen zien. Nou, na even klungelen kunnen jullie het goed zien. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Het ziet er zo mooi uit. Je hebt dus nu alle stokken zo mooi op een rijtje. Het was even passen en meten, omdat het natuurlijk niet de originele zijn. En de originele, zoals je ziet, deze twee passen meteen perfect. Hoef je niet moeilijk mee te doen. Maar even moeilijk doen en je hebt ze allemaal mooi erin zitten. Voor mijn gevoel steekt deze er toch wel echt heel erg uit. Dit is dus de enige waar ik echt gewoon niet blij mee ben. De kleuren zijn gewoon veel te blauw vergeleken met de rest. Dat valt ook op als je het zo in elk geval in het echt ziet. Ik weet niet of dat op de camera overkomt. Dat vind ik alleen een beetje jammer. Maar verder, oh my god, wat ziet het er cool uit. Nou, dat was dan deze video. Ik ben nog ontzettend blij met het kastje en de staffen. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Vond je nou leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, want het hier beneden is. Maar één druk op de knop. Het is helemaal gratis en dan blijf gewoon te hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!